Ze hebben bij mij de brutaliteit gehad om geld te komen stelen. Dus ik herhaal niet wat ik ze gunt, want dat komt een beetje lelijk over. 17% van de Nederlanders werd in 2021 slachtoffer van online criminaliteit. Om ouderen in Capelle aan de IJssel hier alert op te maken, werden woensdagmiddag daarom verschillende toneelstukjes opgevoerd om dit onderwerp extra onder de aandacht te brengen. Nou, we hebben onder andere, en dat is bijna een klassieker op dit moment, een scène over WhatsApp-fraude. Oh, opa, ik wil wat vragen. Kun je me helpen? Ik kan mijn huur niet betalen. Doordat ik een nieuwe telefoon moest kopen. Ik stuur wel een tikkie. Ik heb het nu nodig. En dan maakt opa geld over naar de crimineel die zich voordoet als kleindochter. En dat is op dit moment wat heel veel voorkomt. En om dat te spelen en met de mensen in gesprek te gaan van waar grijp je in? Waar zou jij zeggen stop, ik vertrouw dit niet? Gaan mensen meedenken om dit te voorkomen. Tring! Oh. Wie zal dat nou zijn? Stop! We hebben geen kijkgaatje in de deur. Ik doe ook nooit zomaar de deur open. Ik heb zo'n dievenhaak erop. Dus online verkeer, online oplichting, phishing, alles waar we het net over gehad hebben. Ik vind het moeilijk om daar om te zeggen in Capelle is het zo groot en het gaat om die aantallen. Maar daar zal zeker de politie een beter zicht op hebben. Waar het mij om gaat vanuit de gemeente is dat we mensen voorlichten. Dat we ze helpen op het moment dat hen zoiets overkomt. En dat ze weten waar ze terecht kunnen ook op het moment dat er dingen gebeuren die ze verdacht vinden. Nou, kort geleden nog op internet kreeg ik een van de overheid. En toen dacht ik, dat vertrouw ik niet erg. Want ze vroegen iets wat al geregeld was. Dus toen ben ik even gaan zoeken. En toen bleek het ook niets aan de hand te zijn. Voor mij dan, dat ik het blij was dat ik het niet geopend heb. Dat je toch wel herkenbaar, dat je er wel wat kan doen dan. Dus het heeft wel goed geholpen deze middag. Al ben je de 100, je leert iedere dag bij. Radio Capelle.